De vraag naar financieel professionals is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl zij ook hoog op de lijst staan om weggeautomatiseerd te worden. Bestaat bijvoorbeeld de accountant straks nog wel? Of nemen computers en software deze taken over? De rol van de financieel professional verandert. Dat zien we op het gebied van soft skills, waar adviseren steeds belangrijker wordt. En we zien dat 21st century skills en kennis van technologische ontwikkelingen bijna onmisbaar zijn voor het beroep. Welkom bij het webinar van Marcus Verbeek Prehab over de zin en onzin van de digitale transformatie voor financieel professionals. Vanavond zullen we het hebben over de ontwikkelingen voor de financieel professional. Waar ligt de grens en tot waar moet je je ontwikkelen? En hoe relevant is dat voor verschillende branches en bijvoorbeeld het MKB? Ik ga hierover in gesprek met Frank Bakker, directeur van Marcus Verbeek Prehab, en John Post, programmamanager bij CompuTrain, de IT-opleider. Van harte welkom. Dankjewel, Melin. Dankjewel, Melinda. Voordat we van start gaan, tijdens het webinar heb je als kijker de mogelijkheid om vragen in te sturen. Maar mogelijk zullen we deze proberen tijdens het webinar te beantwoorden. Mocht dat niet lukken, dan krijg je na afloop van het webinar antwoord op jouw vraag. Frank is sinds 2003 directeur van Marcus Verbeek Prehab en moet als financieel opleider continu op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen om de opleidingen actueel te houden. John is programmamanager bij CompuTrain en werkt daar al ruim 10 jaar. Hij houdt zich voornamelijk bezig met opleidingsprogramma's die zich richten op de technologische veranderingen, zoals software development, data science, data analyse en agile. Zowel Frank als John zijn verantwoordelijk voor een actueel en toekomstgericht portfolio van opleidingen en daarmee goede gesprekspartners om het te hebben over de ontwikkelingen in de financiële sector. Zij doen wat straks bijna iedere financiële professional zal moeten doen. De brug bouwen tussen finance en IT. Frank, om met jou te beginnen. Het valt mij op dat in het portfolio van Marcus Verbeek Prehab, toch een financiële opleider, steeds meer IT-gerelateerde opleidingen zitten. Dat zal niet voor niks zijn. Nee, dat klopt. Kijk, wij moeten natuurlijk als opleider ervoor zorgen dat we aangehaakt blijven bij actuele ontwikkelingen. En dat geldt natuurlijk ook voor allerlei nieuwe technologieën die er zijn. En dat lukt op zich prima. We hebben daar contacten met brancheorganisaties, met beroepenveldcommissies en dergelijke, om te zorgen dat we die opleidingen helemaal up-to-date blijven houden. Soms is dat lastig, want financials zijn over het algemeen wat behoudend. En ja, dat is op zich in hun functie natuurlijk heel erg goed. Zeker. Maar ja, naar de toekomstgerichte veranderingen meemaken is toch wel erg van belang. Je wilt uiteindelijk niet de nieuwe V&D worden of Thomas Cook. Dat is niet helemaal de bedoeling. En ja, die financial die blijft natuurlijk belangrijk in die organisatie. Uiteindelijk komt elke afdeling een keer langs bij de afdeling finance. En zul je dan als financieel opleider het voortouw moeten nemen om die financieel professional mee te nemen in die veranderingen? Ja, ik denk dat het wel een van onze taken is. We vinden dat we moeten zorgen dat die financials helemaal klaar zijn voor de toekomst. Dat we dus een aanbod hebben wat totaal past bij de totale financial, de ideale financial. En daar hoort niet alleen de vakkennis bij, die blijft natuurlijk belangrijk, maar ook human skills of soft skills, zoals men dat noemt, en natuurlijk de ICT-technologie. Dus je wordt eigenlijk de opleider voor de allround financieel professional. Absoluut. Ja. John, jij bent dan een specialist in IT-opleidingen. Zie jij die vraag naar IT-opleidingen van financials ook toenemen? Ja, eigenlijk is IT en financials zijn al jarenlang aan elkaar gekoppeld. Maar juist de laatste 2 jaar zien we dat de interesse bijvoorbeeld in data-gerelateerde opleidingen enorm toeneemt. En we hebben steeds meer middelen tot onze beschikbaarheid. Steeds meer tooling en business intelligence tools zijn een van de dingen waar heel veel naar gekeken wordt. En je ziet dat men steeds verder opschuift naar wat kunnen we eigenlijk dan nog meer met die data en wat voor kennis hebben we daarvoor nodig. En dat is iets wat we, wat ik net al zei, de afgelopen 2 jaar absoluut steeds vaker terug horen komen en ook in opleidingsprogramma's terug zien komen. Ja, laten we eens gaan kijken naar een filmpje. Ik denk dat de grootste bedreiging voor de financiële professionals eigenlijk zelf zijn. Want zij zijn geschoold om te kijken naar de data uit het verleden, om te kijken waarom deze data tot stand zijn gekomen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn op hele korte termijn. Maar ze hebben niet geleerd om heel veel in de toekomst te kijken. En ik denk dat daardoor ook is het best mogelijk dat zij de gevolgen van digitalisering, automatisering, onderschatten. We zien al dat heel veel taken worden langzamerhand overgenomen. Kijk naar invoeren van data, produceren van rapportages, dat eigenlijk door computers veel efficiënter, veel sneller gedaan kan worden. En er zullen veel meer werkzaamheden worden overgenomen. En om dat te onderschatten, dat vind ik als grootste bedreiging.
Ja, Cyrus is docent bij Marcus van Beek Prehab en lecturer in digital media, marketing, fintech, business intelligence en big data. Hij geeft aan dat steeds meer werkzaamheden worden overgenomen en dat we dat als financieel professionals niet moeten onderschatten. Verdwijnt de financieel professional uiteindelijk? Voordat ik jullie daarna ga vragen, wil ik de kijkers thuis vragen te reageren op de poll die in beeld verschijnt. En de vraag in de poll luidt: bestaat jouw functie over 10 jaar nog? En je kunt dan de volgende 4 antwoorden geven. Mogelijkheid 1, ja, ik denk dat deze in grote lijnen gelijk blijft. Ja, maar er zullen minder functionarissen nodig zijn. Ja, mijn functie blijft bestaan in aangepaste vorm. Of nee, mijn functie wordt volledig geautomatiseerd. Frank, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, de rol van die financiële professional die zal veranderen. De vraag is alleen hoe snel en welke ontwikkeling het eerst komt. Dat blijft een klein beetje een vraag. En net als met strategie, je kunt wel een punt zetten op die horizon, maar ergens verdwijnt die een klein beetje in de mist. Dus waar kom je uiteindelijk uit? Maar we weten zeker dat die financieel professional zeker nodig blijft. Alleen zal die een andere rol in de organisatie gaan krijgen. En voordat we daar van allerlei zaken over roepen, dan zul je eerst een beetje moeten weten waar je het over hebt. Ja, Frank zegt, je zult moeten weten waar je het over hebt. Zou jij alles wat de belangrijkste termen die op dit moment spelen eens wat kunnen toelichten? Ja, er zijn een aantal termen die erg belangrijk zijn. Kunstmatige intelligentie, machine learning of artificial intelligence, wat eigenlijk een soort combinatie is van verschillende disciplines die erg op elkaar lijken. Cloud computing is daar een voorbeeld van. En als we gewoon als eerste even een stukje terugkijken, dan zien we dat er langzamerhand de ontwikkeling is van industrie 1.0 naar 4.0. Industrie 1.0 was eigenlijk dat we de werkkracht van mensen aan het omzetten waren en aan het verschuiven waren richting machines. Niet de mensen en eventueel dieren deden het werk, maar machines konden steeds meer werkzaamheden overnemen. En als ik daar een voorbeeld van noem, is dat de stoommachine. De stoommachine kon behoorlijk wat kracht produceren en werd op een gegeven moment steeds goedkoper en kwam op steeds meer plekken beschikbaar. Daardoor zag je ineens een lineaire stijging in het gebruik daarvan en zag je ook een enorme toename in industrialisatie. Nou, daarna kwam de lopende band, industrie 2.0. En industrie 3.0 is eigenlijk dat de eerste computers steeds meer werden toegepast. En dat zagen we ook in de financiële industrie zo. Industrie 4.0 is een soort perfecte storm van al die verschillende middelen die we dan samen kunnen gebruiken, inclusief een prijsverlaging. Wat is er onder andere gebeurd? Als we kijken naar cloud, dan zie je dat de machines en de IT-voorzieningen die we voorheen in eigen beheer hadden staan in een bedrijf, nu naar een datacenter zijn geplaatst. Nou, wat is eigenlijk een datacenter? Een datacenter is een ideale omgeving om computers en machines te plaatsen. Het is er niet te warm, het is er droog, alle dingen staan er veilig in. Er komen geen mensen of dieren zomaar binnen en het is vaak ook nog een echte bunker. Door die ideale omstandigheden en door het schaalvoordeel wat bedrijven die daarmee bezig zijn, zijn gecreëerd. En het schaalvoordeel wat ik net al zei, is de prijs van bijvoorbeeld dataopslag en verwerkingscapaciteit, processorcapaciteit ook behoorlijk naar beneden gegaan. Mm-hmm. Nou, doordat dat naar beneden is gegaan, zijn we ook steeds meer data gaan verzamelen. Hoe meer data, hoe meer vragen we misschien hebben van hey, wat kunnen we eigenlijk met al die data? Dus wat je daarop ziet is dat we dat data gaan gebruiken om steeds verregaande analyses te gebruiken. En daar komt dan weer machine learning, artificial intelligence om de hoek kijken. En AI, machine learning aan zich is niet nieuw. Jaar 50, 60, 70, nou eigenlijk 60, 70 waren we daar al mee bezig. Maar omdat we steeds meer capaciteit hebben, de dataopslag goedkoper is geworden, de machines, als je iets erbij wil zetten, kun je dat bijna automatisch helemaal zo doen. Daardoor zien we dat mensen en bedrijven er ook steeds meer gebruik van maken. En dat gebruik, als ik een voorbeeld kan noemen, zeg maar. Kijk bijvoorbeeld naar huizenprijzen. Ja. Een makelaar die hield altijd bepaalde steden in de gaten, die kende de wijken goed. Die had zoiets van, nou, ik denk dat daar en daar de huizenprijzen wel zullen stijgen. Als je nu kijkt, kun je allerlei datasets aan elkaar koppelen. En aan de hand van al die datasets, waar je bijvoorbeeld in staat, wat gebeurt er in die wijk, wat gebeurt er in die stad, wat is de demografie, wat is de economische ontwikkeling, wat zijn soortgelijke wijken, hoeveel wordt er bijgebouwd, wat zijn de voorzieningen. Allemaal data die je erbij kunt stoppen en aan de hand van analyses, AI, machine learning analyses, of überhaupt gewoon data analyses, laat ik dat zo noemen, kun je heel goed voorspellen wat er met de huizenprijs gebeurt. Is dat altijd perfect? Nee. Maar je hebt veel meer informatie beschikbaar. De analyses kunnen sneller en beter worden gemaakt. En daarmee kunnen we dus ook langzamerhand wat verder vooruit kijken. Frank, als je dan het verhaal zo van John hoort, kun je dan concluderen dat de financial misschien wel voor een van de grootste veranderingen staat in het vakgebied van de laatste jaren?
Ja, dat denk ik wel. Wat John ook al aangeeft, het is niet iets helemaal nieuws. Hè? Als je teruggaat naar de periode dat we nog handmatige boekingen maakten, dat is langzaam naar boekhoudmachines ter grootte van een piano gegaan. Vervolgens werden het PC's. Er kwamen managementinformatiesystemen, er kwamen ERP-systemen. Vervolgens kwamen de web-based systemen. Ja, en zo langzamerhand verwachten we, hè, nadat de cloud-systemen er zijn geweest, ook wel dat het ook echte systemen gaan worden die wat meer als het menselijk brein gaan functioneren. En ja, ook die financiële professional die krijgt steeds meer te maken met data en het digitaliseren van die data. En we zullen in onze markt dus ook zien dat het meer en meer belangrijk wordt om die data ook te kunnen uitwisselen met verschillende systemen. Zie je ook de toegevoegde waarde van al die data die nu beschikbaar komt? Ja, zeker. Je kunt natuurlijk veel meer analyseren. En het gaat ook allemaal steeds sneller. De rekenkracht van computers wordt ook een stuk sneller. Ik sprak een controller ook van Heineken, die in de beroepenveldcommissie zit. Die zijn met een systeem iXBRL zijn ze bezig. In Amerika doet men dat al een jaar of 10. Waar omzetten getagd worden. Nou, die omzetten die worden dan op een gegeven moment verzameld op een centraal punt. En met één druk op de knop kun je van één branche allerlei vergelijkbare cijfers boven water krijgen. Voor die financial betekent dat overigens dat hij zich steeds meer kan bezighouden met het adviseren binnen zijn organisatie, naar de verschillende afdelingen. Maar ook buiten de organisatie als het gaat om accountants bijvoorbeeld. En dat vraagt weer een heleboel andere competenties. Niet alleen je IQ is belangrijk, nee, ook je EQ. Je inlevingsvermogen, je verbeelding, het vermogen om afdelingen aan elkaar te verbinden. Zelfs didactische vaardigheden om ja, wat je uitlegt ook duidelijk te maken aan mensen die niet per se financial zijn. Ja, je geeft al aan, die financial die moet nog steeds die vakkennis hebben. Ze moeten ook soft skills hebben. En natuurlijk die IT. Wordt die financial straks een IT'er? Verwacht je dat? Nou, dat gaat heel ver. Ongetwijfeld zal die flink wat meer IT-kennis moeten hebben. Dat kun je zomaar niet uit de weg gaan. Maar het hoeft geen IT'er te worden. Je zult moeten weten wat de toepassingen zijn, wat je ermee kunt. Maar langzaam zullen we inderdaad wel naar functies gaan die naar elkaar gaan toetrekken. Dat zie je nu ook al. IT'ers die soms wat financiële kennis nodig hebben. Maar ja, dat wordt nooit de financial. Die financial zal de informatie moeten kunnen duiden en kunnen uitleggen. Maar langzaam komen we wel in de richting van IT-accountants en IT-controllers. Ja, John, jij adviseert IT'ers over IT-opleidingen, maar ook financials. Waar zie jij dan het verschil tussen die financial en die IT'er op het gebied van IT? Nou, als je kijkt wat het nu vraagt van je om fulltime IT'er te zijn en alleen maar met IT bezig te zijn, dan zie je dat de specialisatiegraad steeds hoger wordt en dat de verversingssnelheid van kennis ook steeds groter wordt. En waar je voorheen misschien aan een certificering of een opleiding in de IT 3-4 jaar lang voldoende had om je werkzaamheden goed te doen, zien we nu eigenlijk dat je soms per 1-2 jaar alweer een nieuwe certificering moet halen om bij te blijven. Die IT-specialist zou daardoor ook steeds meer en meer alleen in zijn vakgebied bezig blijven. Aan de andere kant, de sociale skills zien we ook terug bij IT'ers. Ze moeten socialer zijn, ze moeten meer samenwerken, ze moeten in teams kunnen werken. En ze moeten eigenlijk ook nog wel een stukje materiekennis hebben. Want het is wel fijn dat ze weten in welk toepassingsgebied ze bepaalde handelingen uitvoeren. Maar kijken dan weer naar cloudtechnologie, ja, dat is zo specialistisch. Dat wordt een kleiner groepje die echt topspecialist zijn. Want als daar iets fout gaat of als daar iets niet goed functioneert, dan is de impact ook veel groter. Kijk je dan naar alle andere functies, dan kijk je niet alleen naar de financial, maar ook naar bijvoorbeeld een jurist of een arts. Die krijgen steeds meer met IT te maken. Hun werkveld wordt gedigitaliseerd, processen worden gedigitaliseerd. En om een beetje gevoel te hebben wat dat inhoudt en om ook met IT daarover in gesprek te kunnen gaan, wat heb ik dan nodig en hoe zouden dingen verbeterd kunnen worden, ja, dan heb je wel een vocabulaire nodig wat daarbij aansluit. En ik denk dat je daar ook een beetje het verschil gaat zien. De financial bijvoorbeeld die IT-kennis heeft om goed te duiden van wat heb ik nodig en wat is er wel of niet inzetbaar. En als het dan om de adviesrol gaat die een financial heeft, wat zijn wel of niet automatiserings- en digitaliseringstechnologieën die een bedrijf kan toepassen en mag dat en kan dat. Dat soort vraagstukken zullen steeds meer bij anderen terechtkomen. En ergens in het midden ligt dat gemeenschappelijk jargon en dat is waar IT en de rest naar elkaar toe groeit. Oké, ik heb de uitslag van de poll binnen. Ja, ik ben benieuwd. Dus de vraag was, bestaat jouw functie nog over 10 jaar? 5% zei ja en ik denk dat dat in grote lijnen gelijk zal zijn. 22% gaf aan ja, maar met minder functionarissen in mijn functie.
68%, dus dat is de grootste groep, zegt ja, mijn functie zal blijven bestaan, maar wel in de aangepaste vorm. En 5% denkt dat de functie volledig weggeautomatiseerd gaat worden. Herkenbaar? Ja, mensen gaan dat natuurlijk ook beantwoorden vanuit de eigen rol die ze in hun organisatie hebben. En als je meer in de rol zit van invoeren van data, ja, dan denk ik dat je wel kunt concluderen dat dat langzaam veel en veel minder gaat worden. Maar de rol gaat veranderen. Kijk, het World Economic Forum heeft ook een rapport geschreven. En die zijn er ook heel duidelijk over dat de rollen gaan verdwijnen. Maar geven ook aan dat er een heleboel rollen bij zullen komen. Maar we kunnen aan de cijfers ook wel zien dat dat met name de rollen zijn die wat meer aan de IT gerelateerd zullen zijn. Ja. Maar er blijft altijd behoefte aan mensen die kunnen duiden wat er uit de systemen komt. Je kunt wel zeggen van wat uit een computer komt is waar. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. En als je straks helemaal niemand meer hebt die onder die motorkap kan kijken en helemaal niemand kan duiden van nou, dat zit zomaar zo in elkaar. Ja, dan gaan de zaken toch ook fout. En daarnaast is het zo dat het niet alleen zorgt voor technologische veranderingen, maar ook veranderingen in de organisatie. Organisaties bestaan uit mensen, processen. En ja, dan moet je met elkaar communiceren en met elkaar om de tafel om een aantal zaken helder te krijgen. Maar er gaat een hoop gebeuren. Robotica, kunstmatige intelligentie, supercomputers, blockchain. In welke volgorde en hoe snel? Dat is niet zonder meer aan te geven. Nee. Ja, je zegt al, er gaat wat veranderen, maar hoe kan een financieel professional zich daar nu op voorbereiden? Hoe weet hij wat de nieuwe ontwikkelingen gaan zijn en laat staan wat voor invloed ze op zijn of haar werk zullen hebben? Hoe zie jij dat? Ja, je kunt allereerst ook kijken naar de taken van financials die er op dit moment zijn. Ook de MBA heeft er inmiddels ook al wat onderzoek naar laten doen. Kijk, als je naar processen gaat kijken, het samenstellen, het controleren, rapporteren. Ja, dat zijn allemaal zaken die redelijk geautomatiseerd kunnen worden. Aan de hand van robotica en mogelijk wat kunstmatige intelligentie. Dan heb je natuurlijk ook een aantal zaken die wat meer op regels gebaseerd zijn. Die ook prima via robotica kunnen. Waar je het hebt over uitgaande orders, factureren en dat soort zaken. En dan wat meer gecompliceerde regels, zaken, die zou je dan nog via kunstmatige intelligentie kunnen laten lopen. Denk aan de periodeafsluitingen, rapporteren en dat soort zaken. Plannen, budgetteren. En zelfs kan je ook dat soort zaken gebruiken voor vragen aan externe klantenservice. Dat gebeurt natuurlijk ook op een bepaalde manier. Nou heeft de MBA het maturiteitsmodel opgesteld. Dus MBA, de beroepsorganisatie voor de accountants. Mm-hmm. Daar wordt natuurlijk ook al rekening gehouden met die nieuwe technologische ontwikkelingen. Ook de rol van een accountant zal gaan veranderen. Ja, de accountant is ook natuurlijk een financiële professional. En de MBA heeft daar een model van gemaakt. En dat model dat hebben we ook in beeld. En daar wordt ook exact aangegeven wat zij verwachten dat op korte termijn er flink in schoen gaat komen. Data science is er eentje van. En welke zaken wat verder weg in de horizon liggen. Ja, John, zou jij aan de hand van dat plaatje eens wat termen kunnen toelichten die daar staan vermeld? Nou, als we gewoon linksonder beginnen, dan zien we MS Office staan. Oftewel Microsoft Office. Ik denk, nog steeds? Ja. Als je kijkt gewoon naar Word, PowerPoint, maar met name Excel natuurlijk. Excel is eigenlijk al van oudsher de BI-tool voor alle grote bedrijven en middelgrote bedrijven. En we maken steeds complexe analyses in Excel. Ja. En we zijn het ook soms een beetje te veel gaan gebruiken. Maar goed, dat is iets voor een andere keer. ERP, Enterprise Resource Planning. Al je financiële middelen en je andere resources, allemaal in systemen geplot. ERP-systemen gebruiken we al heel lang, maar worden wel steeds uitgebreider en krijgen steeds meer functionaliteiten. Iets verderop zien we onder andere BI-tooling. BI-tooling is business intelligence tooling. En daar zien we nu eigenlijk dat we langzamerhand naar een niveau gaan dat je niet echt meer een topspecialist voor business intelligence hoeft te zijn, maar dat eigenlijk BI-tooling zo goed wordt dat je self-service BI kunt doen. Je bouwt een mooi dashboard, je zet er goede rapportages neer. En als je denkt van ik wil even wat extra informatie hebben, kan ik dat gewoon aanklikken, kan ik daarop selecteren, kan ik selectie van een bepaalde regio doen. En die BI-tooling is eigenlijk de extensie van waar Excel ophoudt. Daar begint de BI-tooling ontzettend veel sterker te worden. En ClickSense en Power BI zijn daar twee voorbeelden van die steeds meer naar voren komen. Nou, cloud en cloud APIs, dat je kunt communiceren met clouddiensten en clouddiensten kunt koppelen, hoort daar ook zeker bij. Maar een andere is Robot Process Automation, RPA.
RPA is eigenlijk dat je dingen invoeren van bijvoorbeeld facturen volledig kunt automatiseren. Er komt iets binnen, er moet een PDF worden geopend. We gaan die data eruit halen, de relevante data, dat gaan we ergens in verwerken en dat gaan we opslaan. En als ik daarnaar kijk vanuit de IT-bril, dan zie ik daar eigenlijk macro's in terug. Macro's, het schrijven van macro's was een soort programmeertaalactie, zeg maar, waarbij je kon zeggen van als dit gebeurt, dan moet je dit doen. Als dit gebeurt, dan moet je dit doen. Maar als er iets anders gebeurt wat erop lijkt, maar net niet hetzelfde is, dan stopt het programma. En dan zei hij ook letterlijk, ik heb geen idee wat ik moet doen. Nou, wat robots eigenlijk doen, en dat is natuurlijk ook een mooie term, is dan kijken van, is er nog een alternatief mogelijk? Kan ik een andere keuze maken? Moet ik een mens inschakelen om een beslissing te nemen? Dat vind ik wel mooi, dat de robot ervoor kiest van, moet ik een mens inschakelen om een beslissing te nemen of te laten kijken? Maar op het moment dat dat gedaan is en de mens zegt van, hé, ik heb het geïnterpreteerd, het klopt wel, kan het daarna weer automatisch geautomatiseerd worden. En zo verbetert het systeem zich en ik denk dat daar ook gewoon process automation op terugkomt, zeg maar. Een andere term die we heel veel tegenkomen is AI, machine learning en kunstmatige intelligentie. Heel simpel gezegd kun je zeggen, op basis van grote datasets kun je statistiek gebruiken om bepaalde voorspellingen te doen. En dan maak ik het even heel simpel. Nou, je kunt dus kijken of iets een bepaalde significantie heeft en of je daarmee kunt aannemen dat die voorspelling ook klopt. Nou, voorheen duurde dat heel lang voordat zo'n analyse werd gedaan en nu kan het veel sneller. En dan komen we weer bij het stukje cloud computing uit, wat ervoor zorgt dat we, als we even heel veel capaciteit nodig hebben, kunnen we die capaciteit gewoon opvragen. Ik denk dat daar het cognitieve, wat ook ergens in dat maturiteitsmodel terugkomt. Nou, dat is nog wel een paar stappen verder. Er zijn nu wel wat voorbeelden van dat dat kan. En dat AI machine learning zichzelf ook kan verbeteren. Zichzelf dingen kan aanleren, min of meer. Dus puur een instructie krijgt van hoe. Niet meer van dit moet je zo en zo doen, maar zoek maar uit hoe je dat het beste kunt doen. Nou, dat is nog wat verder op het toekomstperspectief. Andere vraag, ken je het term olifantenpaadje? Ja, zeker. Dat is, je legt iets aan voor de klant, een paadje. Gaat met een mooie hoek, gaat eromheen. Maar iedereen die pakt het pad over het gras en het is kaal. Ja, ja. Dus in plaats van de hoek omgaan, denk je van, ja, ik zie een rechte lijn. Dat is veel logischer, ik pak die rechte lijn. En op het moment dat één iemand dat doet, denkt de rest ook van, nou, eigenlijk is dat ook veel makkelijker. Mm-hmm. Nou, als je kijkt naar process mining, het minen van processen even heel erg vertaald, dan is dat je naar data kijkt van hoe lopen bepaalde processen nou daadwerkelijk binnen een bedrijf. En als je die data gaat analyseren, kun je zien dat misschien de goedkeuringsflow zoals je die ooit bedacht hebt en zoals je die misschien in je handboek hebt staan, helemaal niet gehanteerd wordt. Of dat goed of fout is, dat kan variëren, maar misschien is het wel een veel logischer manier om dingen te doen. Dus het olifantenpaadje is misschien een veel rechtere directe lijn om je bepaalde processen uit te voeren. En daar zit dan ook weer tooling omheen. Je verzamelt de data en je gaat kijken hoe lopen nou echt dingen binnen een bedrijf. En dat vind ik nou een mooi voorbeeld van iets wat je op andere plekken ook ziet. Gewoon letterlijk in steden was de snelste en makkelijkste route. Kun je dus ook toepassen met data en daarop verder gaan. Ja. Nou heb je hier inmiddels een aantal termen toegelicht. En dan zijn we gelijk weer toegekomen aan de volgende kijkersvraag. Of beter gezegd een vraag als poll om te kijken van hoe het allemaal gaat. Welke van de zojuist besproken technologieën worden nu al gebruikt bij jou in het bedrijf? Je kunt kiezen uit BI tooling, RPA, data analytics, machine learning of misschien nog geen enkel van bovenstaande. Ja, John, je hebt een aantal van die technieken net uitgelegd. Ja. Heel helder, dank je wel. Binnen onze eigen organisaties ben er ook mee. Zijn jullie veel bij betrokken? Kun je daar wat over vertellen? Wat doen wij op het moment? Nou, sowieso business intelligence tools en self-service BI en dashboards eigenlijk. Gewoon zien hoe bepaalde dingen lopen, hoe bepaalde dingen zich ontwikkelen, zeg maar. Dat is eentje wat we steeds vaker terug zien komen. Maar de andere is eigenlijk robots. Kunnen we daar geen robot voor inzetten? En dan gaat het over administratieve processen, bijvoorbeeld het verwerken van facturen. Kunnen we dat proces niet automatiseren? En daar zie je dus dat RPA, en letterlijk, ik hoorde het laatst op de gang. Nee, we hebben daar wel een mogelijkheid voor. We pakken er een robot bij en dan gaan we het automatiseren. Ik denk, een paar jaar geleden had ik dat waarschijnlijk niet op de gang zomaar beluisterd. Dus eigenlijk robot process automation, big data, zijn we ook mee bezig, data science en BI tooling. Dat zijn denk ik de belangrijkste ontwikkelingen bij ons in de organisatie. Ja, je zegt net, ik hoor een aantal kreten op de gang. Dat had ik 2 jaar geleden niet kunnen bedenken. Maar een term die 2 jaar geleden lijkt wel meer te horen was dan nu. Blockchain. Dit lijkt wel een beetje stil rondom blockchain. Ja.
Nou, als je kijkt naar blockchain, als je kijkt naar puur de functionaliteit, dan is het eigenlijk een groot boek die op meerdere plekken staat. En waar bijvoorbeeld een bank een groot boekhouder is en die houdt bepaalde transacties bij en die gaat aan de, gaan kijken of een transactie wel of niet mag, kun je in de blockchain kun je dat groot boek op heel veel verschillende plekken distribueren en neerzetten. Als je een wijziging wilt doorvoeren, dan moet een aantal machines waar dat grootboek staat, moeten we zeggen akkoord. Deze wijziging is legitiem, die klopt. En dat checken we op verschillende plekken. En daar zit een bepaalde verhouding aan vast. Zoveel procent moet zeggen dat is correct en dan mag je die verwerking doen. Als je dan kijkt naar de populariteit van blockchain. Twee jaar geleden hadden we een heel webinar daarover kunnen vullen. Dan zie je dat bijvoorbeeld Gartner daar hele mooie cyclus van heeft. De hype cycle van Gartner. En wat erin staat is dat er komt nieuwe technologie aan. De hype cycle gaat helemaal omhoog. En alles en iedereen heeft het over de blockchain in dit geval. Dan zakt dat wat naar beneden. Want dan komen we in de fase van, oh, ik dacht dat we alles in de blockchain konden stoppen. Ik dacht dat de functie van banken erin kon. Ik dacht dat wat notarissen doen allemaal in de blockchain kon. Dat kan misschien wel, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Dat kan zijn door wet- en regelgeving. Dat kan zijn door verkeerde verwachtingen. Dat kan zijn door technologische beperkingen. Dus wat je nu ziet is dat het zich een beetje bevindt in de fase, hé, we dachten dat het alles zou oplossen en dat het de hele financiële sector zou in potentie zou kunnen vervangen. En wat je nu ziet is dat bedrijven steeds meer erachter komen, wat kan het wel, wat kan het niet, waar kan ik het inzetten, wanneer is eigenlijk gewoon een ouderwetse tussen aanhalingstekens een database misschien gewoon veel beter. En dat we later, en dat is normaal met nieuwe technologie, misschien over 1-2 jaar weer een hele webinar aan de blockchain kunnen besteden. Ja. Ik heb de uitslag van de poll weer binnen. Dus eens kijken wat de volgers van dit webinar al gebruiken in het bedrijf. 54% geeft aan BI tooling. 13% RPA, RPA. Dat wordt een beetje door elkaar gebruikt. 25% met data analytics. 8% machine learning. Ja, en het is eigenlijk geen verrassing. 0% geeft aan geen van alle. Dus iedereen gebruikt wel wat. Ja. Verrassend of zeg je nou dat had ik ook niet anders verwacht. Nee, niet zozeer verrassend. Ik denk wel dat als je kijkt, van soms wordt er ook veel over gezegd en over geschreven. En als je dan zo'n poll ziet, van dat soort terminologie wordt ook steeds meer gebruikt in het bedrijfsleven. Mm-hmm. Nou, en dat zie je dus op steeds meer plekken tussen. Dus, ja, ik denk dat het een realistisch beeld is. Ja. Ja, een van de rapporten die ik gelezen heb, die gaf aan dat in 2022 80% van de bedrijven met data science bezig is. Nou, daar zitten we nog wel vanaf. Percentage robotica, RPA, vind ik nog wel laag. Okay. In het verhaal had ik wat hoger verwacht. Ja. Omdat het toch minder bekend, want volgens mij konden ze maar uit één van de vier kiezen. Ah, dat zou kunnen. Ja. Ik wil nog even terugkomen wat jij eerder zei. Je zegt een aantal zaken gaan geautomatiseerd worden, met name het invoerwerk. Maar je ziet dat met name het werk is van die beginnend financieel professional. Mm-hmm. Hoe kan nou zo'n beginnende financieel professional starten met het vakgebied? Want je kunt niet gelijk hoog over beginnen. Nee, kijk, die aanloopfase heb je natuurlijk nodig. Als je niet weet hoe een balans eruit ziet, wat debit en credit is en hoe zo'n proces helemaal loopt, dan wordt het ook heel moeilijk om te begrijpen wat er onder die motorkap gebeurt. En om in ieder geval enigszins kritisch naar output te kunnen kijken. Je hoort natuurlijk ook steeds vaker van schoolverlaters dat ze soms niet eens meer een journaalpas kunnen maken. Ja, misschien is het een beetje parallel aan het rekenmachine. Hè, wat op een gegeven moment het rekenonderwijs ook heel erg achteruit gegaan is. En dat hebben we toch ook echt allemaal nog steeds nodig. Ja. Dus die basis die zul je zeker nodig hebben. Maar het invoerwerk zal vaak gedaan worden. Je zult je daarin moeten ontwikkelen naar die basis. En dan moet je dus even goed kijken wat daar het beste bij jou past en wat bij jouw functie op een gegeven moment past. Maar het staat wel als een paal boven water dat je moet zorgen dat je ergens iets meer doet dan alleen het financiële administratieve invoerwerk. Want dat gaat er wel langzaam uit. Hoe ga je daar als opleider op inspelen? We hebben natuurlijk een enorm aantal connecties met het NIRPA, MBA enzovoort, waar we besprekingen mee hebben, beroepenveldcommissie, om ook daar te kijken van wat moet daar nou in die opleidingen en wat niet, en of wat nog niet. En we doen natuurlijk ook een aantal in-company trajecten. Zo hebben wij Crow en bij WEA doen we grote data science trajecten. Die zijn al vrij ver in de ontwikkeling daarvan.
Ook daar loop je natuurlijk tegen dingen aan. Als je zegt, hé, dat is mooi, dat speelt kennelijk bij die accountantskantoor. Ja, als het daar speelt, en zeker bij de voorlopers, dan gaat dat in de markt ook op een gegeven moment spelen. Ja, die ontwikkelingen kun je meenemen. En het is natuurlijk heel fijn dat wij binnen onze groep CompuTrain als specialist hebben op dat terrein. Dus we trekken heel veel op met CompuTrain als het gaat om het maken van die opleiding voor de ideale professional. John, kun jij eens toelichten wat van soort IT-opleidingen er dan in een opleiding zouden moeten zitten voor een financieel professional? Nou ja, goed, als je kijkt naar bepaalde trajecten en je wilt iets met data doen, zul je eigenlijk wel eerst moeten weten wat een database is. En hoe je vragen zou kunnen stellen aan een database. En dan hebben we het over SQL, het queryen, het vragen. En dat is een bepaalde programmeertaal waarmee je kunt stellen wat is bepaalde informatie die je daaruit kunt halen. Dus iets van wat is een database? Wat is een relationele database? Wat is SQL? Dat zijn belangrijke onderdelen. Dan, hoe presenteer je data? En hoe doe je dat in een BI-tool? En wat ik daar interessant aan vind, is dat we vaak niet alleen kijken hoe gebruik je de tool, maar ook nog eens kijken naar hoe presenteer je nou data dusdanig dat het begrijpelijk is en dat je mensen daar ook in mee kunt nemen. Je kunt prachtige plaatjes maken en we zien het vaak ook in de kranten dat statistiek heel veel echt verkeerd wordt uitgelegd. Zoveel procent meer stemmen dan die en die. Maar als je dan heel goed kijkt, dan is het verschil veel kleiner. Welke kleuren gebruik je en hoe doe je dat? Ga je dan verder, dan kom je eigenlijk uit bij statistiek. Het favoriete vak van velen op school, zeg maar. Ja. Want statistiek is weer de basis eigenlijk voor om begrip te hebben over wat machine learning is en wat je ermee kunt doen. Nou, big data en cloud, qua terminologie, dat is ook heel belangrijk. Weet wat het is. Vaak hoeft een financieel professional niet zelf te zorgen voor die data en de opslag. Maar wel, waar zit dat in de organisatie en waar kun je het vandaan halen? Dus dat doen we ook. Dan kun je heel langzaam van terugkijken. Van wat zijn de resultaten geweest, naar waar komt die data vandaan, hoe presenteren we daar het terugkijken op, naar een stukje machine learning, een hele kleine introductie. Wat zijn eigenlijk de algoritmes die we daar kunnen inzetten, wat kunnen die algoritmes voor ons betekenen. En als je dat weet, hoef je het misschien niet zelf te doen, maar dan kun je wel heel goed in gesprek gaan met iemand die daar weer specialist in is. Deze de IT'er die daarin gespecialiseerd is. Ja. Voordat ik verder ga met de vragen aan jou, toch even voor de kijkers, u kunt nog vragen insturen, dus... Als u nog een vraag heeft, schroom niet om het ons te stellen. Frank, ik hoor jou zeggen, je hebt nog steeds die financiële kennis nodig. Je hebt soft skills nodig, je hebt IT-kennis nodig. Een bacheloropleiding in Nederland heeft maar 240 studiepunten. Ik denk dat het voor jou als opleider een groot gepuzzel gaat worden. Niet zozeer wat gaat erin, maar wat moet er dan uit? Je moet binnen die 240 studiepunten blijven. Ja, dat klopt. Hè. En in Nederland zijn we heel erg gehecht aan onze bachelor-masterstructuur. In het buitenland is dat wat minder. Daar gaan ze vaak voor vakopleidingen. En hoeft niet per se een bachelor- of mastergraad aan te zitten. Daar zitten bepaalde voorschriften aan, 240 EC's, studiebelasting. En we zijn altijd heel erg goed om te verzinnen wat erbij moet, maar eraf niet. En ik ben bij heel veel bijeenkomsten geweest waar ook weer heel veel bedacht werd van ja, dit zou erin moeten, dat zou erin moeten. Hangt ook een klein beetje vanaf wat voor opleidingen dat je zelf wil gaan doen. Of we maken soms wel eens onderscheid in de just-in-case opleidingen. En just-in-case, daar bedoelen we dan mee de opleidingen waar we zeggen van, nou, dat gebruik ik om te ontwikkelen in mijn carrière. Dus ik ga een bachelor doen of ik ga een master doen. En de just-in-time opleidingen. Een just-in-time opleiding zou je kunnen denken van ja, ik moet nu iets weten over blockchain. Ik moet nu iets weten over data science, want dat gaan we bij ons in het bedrijf doen. Ja, dat zijn natuurlijk wat kortere trainingen en die gaan vaak wat minder diep. Dus dat soort cursussen zul je op een gegeven moment ernaast moeten doen om een beetje, erna moeten doen. Want het is al zwaar genoeg met gezin en... Gezin, dus privé, werk en dan ook nog studie. Ja. Er wordt veel van ons gevraagd. Maar gaan dan dadelijk de ontwikkelingen zo snel dat je bijna continu bezig bent met just-in-time opleidingen? Ja, of het altijd just-in-time opleidingen zijn, dat weet ik niet. Het kan heel goed dat iemand na een bachelor een post-HBO gaat doen. Is natuurlijk ook eigenlijk een just-in-case combinatie. Het zijn ook wat vaker meer to-the-point gerichte opleidingen. Het wordt natuurlijk al vaker geroepen dat we ons leven lang ons moeten blijven ontwikkelen. Dat leven lang leren ook zeker voor die financieel professional eigenlijk geen vraag meer is, maar echt een must. Ja, kijk, leren, leven lang leren. Ik heb het liever over leven lang ontwikkelen. Ja. Daar hoort leren soms bij, maar er hoort ook op de werkvloer dingen op doen. Leren is natuurlijk niet per se altijd naar school gaan. Nee, soms heb je een hele interessante webinar bijvoorbeeld die je kunt bekijken. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om je te ontwikkelen. Maar het houdt wat dat betreft natuurlijk niet op. Hey.
stilstand als achteruit gaan. Ja, en we weten ook, het gaat niet om survival of the fittest. Het gaat om degene die zich het beste kunnen aanpassen. We hebben op dit moment een krappe arbeidsmarktsituatie. Het is niet zo heel erg lastig om allerlei werkomgevingen te vinden. Ja. Maar we weten ook dat er wel weer een periode komt dat het wat minder gaat. En dan is de vraag of je dan het verschil kunt maken. Dus eigenlijk aanpassend vermogen om dat te gaan ontwikkelen is eigenlijk ook absoluut noodzakelijk. Ja. Oké. Okay. John, kun jij daar nog eens wat over... Je zit ook al veel langer in dat IT-gebied. Je hebt al, denk ik, langer dan de financieel professional te maken met heel veel veranderingen. Ja, IT gaat steeds sneller. Dat gaf ik als voorbeeld aan als je voorheen MCSA was, een Microsoft-certificering en Windows Administration. Dan was je 3-4 jaar lang was je helemaal up-to-date. Nou, dat ging naar 2 jaar, dat ging naar 1 jaar. En als we nu kijken naar cloud-ontwikkelingen, Azure is daar een voorbeeld van Microsoft. Ja, om de 3 tot 6 maanden is er bijna wel een wijziging in de manier waarop het werkt en wat je daarin kunt doen. Ik denk wel dat je vanuit een bepaalde generalisatie, van een bepaalde basis, of dat nou financieel professional of IT'er is in een bepaald domein, dat je dan steeds gaat kijken wat ligt me goed en waar wil ik me nu in specialiseren. Dat daar een periode in komt dat je daar een aantal keuzes in maakt en dat je dan langzamerhand weer naar een nieuwe wat generale opleiding toe gaat. Die zegt van oké, nu wil ik het fundament even weer versterken en dan ga ik weer op zoek naar een specialisme daarbinnen. Neem niet weg dat het steeds zwaarder wordt. Je kunt op heel veel verschillende manieren leren. Je kunt het van verschillende bronnen halen. Maar aan sommige onderwerpen zit nog gewoon steeds een behoorlijke studietijd. En of dat nou formeel of informeel leren is, een webinar is of een andere online bron is. Je zult daar wel je voorkeur in moeten kiezen. Dus ja, eigenlijk is de tip ook wel, kijk wat er om je heen gebeurt. Kijk ook wat je goed ligt, wat je leuk vindt. Statistiek noemde ik al. Nou, ik zag jullie al knikken van dat was het favoriete vak. Vind je toevallig wel heel leuk? Ga er dan ook verder in en gebruik dat. Dus kijk ook goed naar jezelf. Wat ligt me goed? Wat vind ik fijn? Want anders wordt het heel zwaar. Oké. Okay. Ja, de eerste kijkersvragen komen binnen. Ik denk dat de eerste vraag wel een leuk is voor jou, Frank. Wat betekenen die technologische ontwikkelingen nou voor de docenten in de financiële vakken? Ja, daar geldt ongeveer hetzelfde voor. Hè? Kijk, het mooie bij Marks Verbeek Pre-App is natuurlijk dat al onze docenten werkzaam zijn in de praktijk. Dat betekent dat zij dat vanzelf al in hun organisaties meekrijgen. Ik kan me voorstellen dat als jij een fulltime docent bent, dat er een wat grotere uitdaging is om dat... Een fulltime docent heeft bijvoorbeeld geleerd om met een krijtje op bord te schrijven en niet gebruik te maken van allerlei moderne technologieën. Ja, dan zetten we ze misschien wel wat te veel weg. Ja, maar ze hebben ze wel geleerd. Dat is uiteindelijk de oorsprong, dus die zullen ongetwijfeld ook hun ontwikkeling hebben. Maar zeker, dat zal lastiger worden voor ze, inderdaad. Ik denk dat de volgende vraag wat meer jou op het lijf geschreven is, John. We hebben het er al een beetje over gehad. Als financial dien je te verdiepen in de digitale transformatie. Maar tot hoever ga je nou om die juiste balans te vinden tussen finance en IT? Ja, kijk, finance blijft de basis. Hè. Ik denk van, net zoals met data science, als je iets met data gaat doen, moet je wel heel erg zeker weten wat je met die data wilt doen. Of die data correct is en of je het ook mag gebruiken. Hè, over wet en regelgeving, dat soort dingen. Daar gaan we nu niet helemaal op in, maar dat is minstens zo belangrijk. En hoe ver je daarin in zou moeten gaan, ja, dat zou enorm variëren. En wat ik net al een beetje aangaf, kies je specialisme. Kijk ook waar je voorkeur ligt en wat je ook fijn vindt om te doen. En kijk of je daar een bepaalde verdieping in kunt doen. Ja. En een terechte vraag die gesteld wordt, in hoeverre moet je kennis hebben van alle beveiliging? Want je hebt het over alles digitaal. Je wordt als consument voor allerlei zaken gewaarschuwd. Ik denk dat je als financieel professional, wanneer je met al die technieken gaat werken, toch ook op de hoogte moet zijn van beveiliging. Ja, ten eerste moet je weten wat die technologie inhoudt en wat er eventueel kan gebeuren als je alles aan elkaar koppelt. Ik denk dat de financieel professional daar niet zelf alle kennis van hoeft te hebben, maar wel met andere professionals die daarin gespecialiseerd zijn, goed over in gesprek moet kunnen gaan. Maar ik denk dat er vooral vraagstukken zijn, wat kan ik allemaal met die data? En mag ik dat dan en wil ik dat ook gebruiken? En ik denk dat een financieel professional daar wel bepaald geweten in kan zijn voor bedrijven van, je wilt alles aan elkaar koppelen. Je kunt best wel goede voorspellingen maken. Maar wat is nog ethisch en wat mag nog qua wet en regelgeving? Nog even los van hoe meer we koppelen, hoe meer data er beschikbaar is. Als er een datalek is, en dat lezen we helaas regelmatig in de krant, dan heeft het ook direct heel veel impact. Want we hebben ineens heel veel gegevens over iemand beschikbaar. Dus wet en regelgeving, staat die data veilig? Zo'n vraag moet gesteld kunnen worden. Hoef je zelf geen expert in te zijn. Plus,
Wat willen we dan met die data doen? En vinden we dat ook verantwoordelijk om dat te doen? En wat staat er in de wet geschreven? Dat zijn wel dingen waar een financieel professional naar zou moeten kijken. Ja, en het hangt ook een beetje vanaf waar die financiële professional op een gegeven moment werkt en wat zijn rol is. Dat is ook nog een leuke vraag over binnen. Aha, kijk eens aan. Kijk, als je in een wat kleinere organisatie werkt en je hebt de SPD gedaan of iets dergelijks. Dan word je ook vaak gezien als duizendpoot binnen de organisatie. En dan wordt er ook van jou gevraagd dat je ook van dat soort zaken beveiliging wat meer verstand hebt. Werk je bij een Heineken of bij een andere grote organisatie. Dan is dat iets minder van belang, omdat we daar vaak speciale afdelingen voor hebben. Dus dat scheelt ook nog wel. Ja, de vraag die ik daarover binnenkrijg is: in hoeverre kan een financial controller ook strategisch invloed gaan uitoefenen? Wordt dat alleen maar meer met al die data die beschikbaar wordt? Ik denk niet dat het alleen aan je rol als financial controller ligt. Kijk, het begrip financial controller wordt bij de verschillende bedrijven op een verschillende manier gebruikt. Bij de ene is het een business controller die ook echt strategisch bezig is, klankbord is van de directie. En als je dan natuurlijk ook nog flink kennis hebt opgedaan van die digitalisering, ja, dan ben je natuurlijk een gesprekspartner daar. Dat heeft niet alleen met je functie te maken, maar ook wat je daarna gedaan hebt. Als je in de zin van financial controller bent, dat je bezig bent om te zorgen dat er uiteindelijk een jaarrekening ligt en dat je de administratie hebt gedaan, zul je misschien wat minder snel bij het strategisch proces betrokken raken. Dat is meer financial controllers. Je hebt ze in allerlei verschillende soorten en maten, zeg maar. Ja. Ik heb nog twee leuke vragen. Ik vind ze zelf wel grappig eigenlijk. Ik doe maar even net of we een glazen bol op tafel hebben. Hoe zien jullie de rol over 5 jaar van een financial? John, ga ik eerst? Ga jij eerst? Nou, kijk, 5 jaar is al best wel ver op de horizon. Hè? Dus ik denk dat je dan ziet wat we net ook zagen in dat rapport. Dan zal er echt veel meer gedigitaliseerd en geautomatiseerd zijn dan wat we nu al gewend zijn. En komt er dan voor de financial professional nog een grotere verschuiving richting adviezen? Kijk, een van de dingen die je dan zou kunnen gaan doen is zeggen van, en dan pak even voorbeeld van artsen en juristen. Een arts hoeft aan de hand van big data en data science en of machine learning hoeft niet alle behandelplannen meer met elkaar te gaan vergelijken. Een arts kan op basis van een analyse van wat is jouw ziektebeeld, kan die de best passende behandelplannen binnenkrijgen. Wat de arts dan nog moet doen is vooral in de context plaatsen en gewoon heel goed kijken naar die patiënt. Wat willen we met die patiënt? Waar bevindt die patiënt zich? In een bepaalde levensfase misschien. En hoe gaan we hem of haar het beste behandelen, zeg maar. Dus je kan zich veel meer daarop focussen. Juristen zijn uren kwijt aan jurisprudentie lezen en vergelijken. Dat kan geautomatiseerd worden. Dat wordt ook geautomatiseerd. Wat je daarmee doet, het wederom in de context plaatsen en daar een bepaalde analyse op doen en een advies op geven en alle stakeholders en alle verschillende belangen afwegen, ik denk dat je daar dan steeds meer de focus op kunt leggen. Ja. Dus er komt, als het goed is, ruimte vrij om je bezig te houden met bepaalde andere taken en het repeterende werkzaamheden, de uitzoekklussen, zullen daar minder in worden. Kun je dan aan de hand van het voorbeeld wat John geeft van de huisarts en de jurist ook een concreet voorbeeld bedenken voor een financial? Nou ja, de vraag is van hoe ziet de wereld er over 5 jaar uit? Dat hebben ze in de Sovjet-Unie lange tijd geprobeerd. Dat is niet altijd een succes geweest. Dus als wij gaan kijken naar de glazen bol die op tafel staat, dan hangt daar ook weer een laag mist in. Vijf jaar vooruitkijken is heel erg lastig. Er zijn rapporten gemaakt. De Club van Rome heeft ooit eens een keer iets geroepen wat uiteindelijk helemaal niet uitkwam. Of in ieder geval veel later uitkwam. En zo zijn er wel meer van dat soort zaken. Daarmee zeg ik natuurlijk zeker niet in de kader van deze webinars dat er niks gaat veranderen. Maar het is heel moeilijk om 5 jaar van tevoren voorspellen. Het enige wat je kunt doen, niet die stip op de horizon, maar je zult moeten kijken van in welke richting gaat het bewegen. Agile genoeg zijn om tijdens je route je pad aan te passen. Omdat je ziet dat dingen gaan veranderen. Neem blockchain, wat zo'n hype was, en vervolgens weer even weg. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de accountant, tot een aantal jaren terug was bijvoorbeeld de jaarrekening het eindproduct. Ik heb nu de indruk dat op het moment dat de jaarrekening is, het pas begint het werk voor de accountant. Ga je dan die verschuiving meer zien? Nou ja, nogmaals, met de achtergrond van de mist in het hoofd, denk ik wel dat het die richting uiteindelijk uit zal gaan. Dat het steeds meer op advisering en ook het businesspartner zijn van die ondernemer. En dan hangt het ook een klein beetje af van of je in de MKB actief bent of niet.
Een kleine aanvulling. Als je kijkt naar de snelheid van bepaalde wijzigingen, die wordt soms wel eens overschat. Het gaat heel snel. Ja, dingen gaan heel snel. Maar het is wel zo dat als het eenmaal werkt, en dat heeft ook te maken met globalisering en digitalisering, dan kan de impact daarvan veel groter zijn. Dus kan het zijn van, het is nog niet zo ver, dus we wachten nog even. Het lijkt goed te gaan. En als het dan komt, dan worden we ineens alsnog verrast. En ik denk dat je dat met dit soort ontwikkelingen gewoon heel veel ziet. Ja. Nou ja, de laatste vraag die ik heb is een hele praktische. Eigenlijk voor jullie beiden. Komt er een combinatieopleiding tussen data en finance en op hbo-niveau? Ja, die zijn er al. Kijk. Die zijn er al. Hè. We hebben verschillende opleidingen op hbo-niveau. Hbo, financieel data-analyst. Er zijn post-hbo-opleidingen op dat niveau. Er is een afstuderen richting business intelligence inmiddels in SPD. Maar ook daar hebben we natuurlijk moeten stoeien met de 240 studiepunten waar we niet alles in kunnen stoppen. Dus daar wordt zeker aan gewerkt. We zien het ook steeds meer, ook accountants die opgeleid worden. Je hebt ook volgens mij een aangepaste post-HBO accountancyopleiding. Ja, meestal wordt IT aan hebt toegevoegd. We hebben een aantal toevoegingen met Fit for Future waar die elementen in zitten. En dan hangt het er ook dan weer vanaf wat je wil. Wil je een just-in-case opleiding zo van ik moet mijn bachelor binnen hebben of wil je nog wat extra's doen? We zijn allemaal ook een beetje menselijk. Als we die bachelor met iets minder inspanning kunnen doen, dan is dat ook al vaak fijn. Als je wat extra's moet doen, is dat lastig. Maar links of rechtsom gaan we die kennis wel nodig hebben. Ja. Dus we hebben ze zeker al in het aanbod. En we kijken constant ook van wat we daarin in kunnen wijzen. Ja, want ik neem aan dat je nu alweer aan het nadenken bent over het portfolio voor het komende studiejaar. Dat begint al bij de start van het studiejaar zelf, ja. Ja, oké. Okay. Nou, lijkt me een mooie afsluiter. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het webinar. In ieder geval, John en Frank, heel erg bedankt voor jullie tijd en de uitleg die jullie hebben gegeven. En de mensen thuis wil ik nog even vertellen dat deze uitzending over een aantal dagen on demand valt terug te zien. Voor nu heel veel dank voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.